Uit Schijven, 32 jaar en dan gewoon niet meer voetballen. Nee, ja, dat kan, hè. Ja, dat blijkt. Dat blijkt wel. Ja. Ja, goed, als er iets op je pad komt waar je die keuze door moet maken, dan ga je daarover nadenken. En dan is dat op dit moment zo. En ik heb het voorrecht gehad om zelf die keuze te maken. Hè. Er zijn er die moeten op 26 misschien al stoppen met blessures of wat dan ook. En ik kon een bewuste keuze maken. Menigeen fronsen zijn wenkbrauwen. 32-jarige Roy Schijven naar het Blerik met heel veel ervaren jongens. Kerry Romimper is inmiddels 36 jaar. En daar staat hij dan. Luisteren ze allemaal? Meestal wel. Meestal wel? Ja, nee, wat? Dat komt wel goed. Nee, ja? Het loopt wel, op dat gebied loopt het wel goed volgens mij. Dat is wel een goede samenwerking tussen mij en de groep. Dus wel, qua resultaat is het nog niet helemaal... Goed, we hebben een moeizame start gehad, zou ik het zo zeggen. En de laatste 6 wedstrijden voor winterstop hebben we er 4 van gewonnen, dus daar is niks van te zeggen. Dat klopt. En daardoor hebben we ook wel een beetje de aansluiting, of zijn we in ieder geval onderin weg, zou ik het zo zeggen. We zijn er nog lang niet, toch? Nee, dat wou ik zeggen, want ik zei het al, het gaat niet helemaal. Loopt het lekker? Of... Nee, ja, goed. Dan zeg ik dat als buitenstaander. Ik alleen maar naar de uitslagen even kijken. Ja, de uitslagen klopt dat ook wel. En, goed, in de groep is ook wel wat hier en daar wat gebeurd. Hè. Een aantal jongens die stoppen of lang geblesseerd zijn of wat dan ook. Dus we werken met een hele krappe groep. Nou, dat heeft ook, dat zorgt ook voor wat moeilijker resultaat uiteraard. Doe jij nog helemaal alleen? Ik begreep dat jij er is geen adviseur meer is? Of Nou ja, goed, Jaidris is op de achtergrond nog wel adviseur voor mij. Ik bedoel, ik heb een klankbord waar ik op terug kan vallen. Je ziet hem natuurlijk ook bij VVV. Ik zie hem bij VVV, ons contact is prima, we kunnen elkaar bellen, zien, wat dan ook. Alleen ja, hier op het veld sta ik alleen, ja. In het begin was dat nog samen of is dat altijd alleen geweest? Nee, in het begin was het wel wat meer samen. En de afspraak was toen al om dat langzaamaan om te laten. Samen op het veld is dus niet meer, je staat er alleen voor. Ja goed, in het begin van het seizoen was dat al de afspraak, hè, dat we samen zouden opstarten. En jij heeft in het begin natuurlijk wat meer gedaan en ik wat minder om er een beetje in te komen, in te rollen. Seniorenvoetbal is toch wat anders dan jeugd. En de afspraak was toen al dat het langzaamaan gedraaid zou worden. En nu is dat dus... En nu is het gedraaid. Ja. En de resultaten draaien ook, want het gaat beter als in het begin. Ja, daar ligt dat niet aan, man. Nee. Het is voetbal, hè. Het moet af en toe een beetje de goede kant op vallen. Ja, hartstikke goed naar je zin, want jij blijft nog een jaar bij Blerik. Ja, ja. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik vind het prima. Ja, maar dat betekent ook dat je iedereen in het begin, ik zelf ook, dacht van ja, Roy Schijven is pas 32, speelde vorige keer bij Panningen. Die gaat eventjes met de jongens, even vertellen die vroeger bij VV in de jeugd gespeeld hebben en die sommige die ouders zijn, wat ze moeten gaan doen. Maar blijkbaar heeft dat goed uitgepakt. Want anders verlengen ze niet een jaar. Ja, het is ook niet zomaar ik ben ook niet in de positie of ik heb niet die ervaring dat ik zomaar even zeg wat we allemaal gaan doen. Dat gaat wel in samenspraak met de groep. Uiteindelijk bepaal ik wel wat er gebeurt. En ik bepaal uiteraard wat op trainingen gebeurt, et cetera. Maar ja, goed, als het op wedstrijden aankomt, dan gaan we wel. Dan gebeurt dat wel in de samenspraak. Zijn daar bepaalde spelers dan waar je meer mee praat? Ik denk dan aan Robert Willems, die jeugdtrainer is. Gary Romempel, die aanvoerder is. Zijn dat dan ook de jongens waar je dan wat meer mee overlegt? Ja, maar dat is in iedere groep, hè. Iedere selectie, waar dan ook. Er is altijd wel een groepje waar wat meer ervaring in zit, of zelf wat meer kennis heeft, of wat dan ook. Of vanuit zichzelf er wil mee bemoeien. Ja, bemoeien klinkt heel zwaar, maar een idee heeft. Kan dat altijd? Of kan dat, zeg je ook wel eens van, hey? Nee, ik vind altijd dat als een groep iets aangeeft, dat je daar in ieder geval naar moet luisteren. En wat, ja, uiteindelijk bepaal je zelf wat er gebeurt. En als je zelf goed kunt onderbouwen waarom je dat niet doet, dan denk ik dat ook geen probleem hoeft te zijn. Waar leg jij de lat als trainer? Je bent pas 32 jaar. Jij bent jeugdtrainer bij VVV. Je hebt een docentenachtergrond, want je bent een gymleraar. Ja. Nou goed, alle ingrediënten zijn aanwezig om door te groeien. Je hebt nu UEFA B, begrijp ik. Ja. Wanneer ga je UEFA A halen? Ja, dat is een goede vraag. In principe zou dat... Het staat een beetje op de planning om dat misschien volgend jaar te gaan doen. Vanuit VVV is er misschien ook wel oren naar.
Maar ja, dan moet je even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Ik ben ook docent, hè. En, ja. Je bent gymleraar op een middelbare school? Nee, ik werk in het mbo, op het SEALS werk ik. Oké. Dus ja, daar is het ook even allemaal kijken hoe en wat. En dat is toch... Dan krijg je die papieren toch zo, want daar wordt het toch uitgedeeld? Ja, was het nou waar. Ja. UEFA A niet. Nee, dat klopt. Alleen twee en drie. B en C is dat. Ja, B en C kun je eventueel via het SEALS volgen. Maar ja, goed, wanneer UEFA A is, dat moet de toekomst blijken. Ik bedoel... Het is pas het eerste jaar ook dat ik senior trainer ben. En vanuit de jeugd zou ik dat wel heel graag willen, hoor, om UEFA A te gaan halen. Mm-hmm. Dus in de toekomst zie ik dat wel gebeuren, maar ik hang daar niet een jaartal aan vast. Of... Jij traint nu de senior van VVV, hè? Ja? Hoe moet ik dat zeggen, de onder 15? Ja, de onder 15. Onder 15. Ja. Dat doe je samen met iemand, dat doe je alleen. Tegenwoordig ben je, want jij bent assistent eerst geweest en vervolgens doorgegroeid in de rol van hoofdtrainer? Nee, ik ben, ik ben eigenlijk 11 jaar terug begonnen als hoofdtrainer van de onder 12. Toen al? Ja, en daarna ben ik 4 jaar terug. Dus mijn vierde seizoen bij de onder 15 ben ik hoofdtrainer geworden van de onder 15. We doen het wel samen, we hebben nog een medetrainer erbij. Uiteraard nog wat assistenttrainers hier en daar. Maar in principe ben ik daar al 11 jaar zelfstandig hoofdtrainer. Hoe ziet jouw week eruit dan? Ben je wel thuis? Want je hebt nog twee kinderen en een vrouw, geloof ik. Ja, ik heb een vrouw en twee kinderen, zeker. Ja. In Panningen nog altijd? Woonachtig in Panningen, ja. Ja, en de jongste, of de oudste, die voetbalt nu zelf ook. Dus daar probeer ik hier en daar bij Panningen ook nog wat een steentje aan bij te dragen. Mm-hmm. Ja, goed, hoe ziet mijn week eruit? Ik ben veel van huis, maar op goede momenten ook wel weer thuis. Oké, dat houdt het ook goed, hè, de relatie. Ja, je moet ook niet altijd thuis zijn, hè. Nee. Ja, zondag ben je dus niet thuis. Thuis in Blerik. Thuis tegen MUC dus. Kleine voorspelling. Daar ben jij niet zo van, hè? Van nee, de voorspellingen. Nee, liever niet. Maar uiteraard gaan we voor de winst. Ze staan een puntje onder ons. Dus het is wel, wordt wel een belangrijk potje. Dus we gaan er in ieder geval alles aan doen om te winnen. Is iedereen fit? Ja, was dat maar waar. Die zijn er niet bij. Nee, ja, goed. Robert Willems is sowieso einde seizoen, hè. Die is zijn kruisband gescheurd. Ja. Jeffrey Beumers is geblesseerd. Die heeft ook knieklachten al 2 weken. Dus die is er ook niet bij. Youssef Bahari is geschorst, nog van voor de winter, die heeft 4 gele kaarten opgelopen. Dus die mis ik ook. Of missen, ja goed, wat er niet is, is er niet, hè. We doen het altijd met spelers die er wel zijn. Er is nu een jongen van de A mee aan het trainen, die maakt een prima indruk. Dus die hebben we achter de hand om erbij te hebben. Ja, en er zijn nog wel wat jongens die wel fit, niet fit. Ja goed, die gaan we fit krijgen voor zondag. Nou, dan wens ik je veel succes daar. Dankjewel. Hier achter op dat veld. Ja. Ligt het er goed bij? Geen idee. Maar goed. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook voor Meestal je. Is het in deze periode hier niet zo best, heb ik al eens gehoord. Ja, daar weet ik alles van. Ik heb er nog in de jeugd gespeeld. Dus, ja. We zullen zien. Ja, we zullen het inderdaad zien. We willen graag voetballen. Zo is dat.